Enkele spelers applaudisseren net als de mensen in dit stadion ook mee. Ver bijvoorbeeld zag ik dat doen. Geertruida Toornstra van de kant van Feyenoord. Ze laten nu de bal weer rollen, want die eerste minuut is dus voorbij. Nu oppassen als daar Elhan Koeri opdoemt. En misschien wel van afstand kan schieten. Hij dolkt met Bottegien. Hij legt hem klaar voor Rustic en die krult hem in de goal. Nee, paal! Die krult hem tegen de paal aan. Hier komt Feyenoord heel goed weg. En Toornstra nog niet al te veel gezien met een bal richting Larsson. Als Feyenoord dit uitspeelt, gaat Feyenoord in ieder geval een kans krijgen. Oh, het moet naar Sinisterra, duurt lang. Sinisterra bij het spel, denk ik. Ik denk bij het spel en anders maakt hij 1-0. Dan maakt hij hier 0-1, maar we gaan het nog terugkijken. Maar het is denk ik 1-0 voor Feyenoord. Bottegien die hem wegkopt voordat hij richting Vermeer gaat. Gaat een van de Groningers liggen in het doelgebied. Oh, en een penalty. Toornstra. Net overtreding. Nou, hij is makkelijk gegeven, maar de VAR draait hem niet terug. Het zou mooi zijn als Vermeer hem pakt. Memicevic met zijn aanloop, maar hij scoort. Het is 1-1. Feyenoord kan weer opnieuw beginnen hier in Groningen. Komt Feyenoord nog één keer gevaarlijk voor de goal van Groningen. De blessuretijd met Berghuis en Sinisterra. Kappen, Sinisterra meegeven. Komt hier de goal van Feyenoord nog. Narsing naar Berghuis. Oh, hij wordt over de achterlijn gelopen. Niet over de doellijn, maar over de achterlijn door een van de Groningen verdedigers. Bijna is daar de 1-2 uit het niks in de blessuretijd met Berghuis.